In deel 3 van de tutorial laten we u zien hoe u historische reserveringen kunt terugkijken en hoe u extra ligplaatsinformatie kunt raadplegen. We beginnen weer bij mijn reserveringen. Bovenaan ziet u het menu. Daarin klikken we om naar uw historische reservering te gaan op archief. En vervolgens ziet u het overzicht van al uw reserveringen die u in het verleden heeft gedaan. Door op de scheepsnaam te klikken kunt u alle details van uw oude reservering nog eens terugkijken. Willen we meer informatie over een ligplaats, klikken we op ligplaatsinformatie. Vervolgens ziet u een lijst van alle beschikbare ligplaatsen aan boeien en palen, waar u gelijk in het overzicht al een aantal belangrijke eigenschappen van de ligplaats ziet. Klik vervolgens op de ligplaats, ziet u nogmaals een overzicht van die ligplaats en door op het pdfje te klikken, krijgt u mooi alle afmeerrichtlijnen te zien met het bijbehorende kaartje. Deze kunt u eventueel ook zelf downloaden of uitprinten.